Maar blijkbaar zit dit restaurant dus al volgeboekt tot en met januari 2023. Ik vind het dus een beetje spannend om hier binnen te zitten. En in Noord-Holland, onze eetbare joint. Met witte chocolade, pizza en hennep. Dus het is legaal blowen in een restaurant eigenlijk. Jongens en meiden, en welkom weer terug in mijn nieuwe vlog. Jade en ik zitten op dit moment allebei in de auto, zoals je kan zien. Want, ja zeker, wij zijn op dit moment onderweg naar Zwolle toe. En het is nu nog een half uurtje rijden, maar het was in totaal echt anderhalf uur rijden vanaf de plek waar wij dus wonen. Want vandaag gaan we met jouw familie op pad, om het zo maar eventjes te zeggen. Wat? Mijn gezin. Ja, jouw gezin. Ja, ik weet niet. Ja, wel. Het is je gezin. Ja, wel. Ja. Maar hoe leggen we het uit? Wat gaan we precies doen? Waar gaan we naar onderweg? Jij kan dat het beste uitleggen. Ja, we gaan naar de Libreye toe in Zwolle. En dat is blijkbaar een Michelin restaurant. En Alex wilde daar heel graag naartoe en mama. Ja? Maar het is blijkbaar echt super deluxe. En je mag ook niet casual daar naar binnen. Ik weet echt niet wat ik me voor kan stellen. Ik heb dit lijkt me nog nooit gedaan. Ja, want wat houdt nou precies in als je een Michelinster restaurant hebt? Mag ik daar überhaupt wel filmen binnen? Jawel. Ja, dat neem ik ook wel aan toe. Ik bedoel, je moet het zo even aan Alex vragen, want zij wisten precies waarom ze hierheen wilden. Ik moest mee. Nou, vandaar dat ik dus ook hier zo'n lekker pantalonnetje aan heb. Ik had deze trui wel gisteren aan, maar dit is wel gewoon een nette trui. En ja, zei je, deze kan je best wel op deze broek aan. Dus vandaar. Nou, lekker toch? Ja, ik ben heel benieuwd. Het is sowieso zo'n restaurant waar je zeg maar zo'n gerechtje krijgt, zeg maar met twee druppeltjes, ja. Zo met een half druifje dat erop. Dat je echt denkt, is dit het? Ja. Oh, natuurlijk hartstikke leuk. We zijn allebei ontzettend benieuwd. We slapen vanavond dus ook in Zwolle, want we hebben daar dus een hotel. Dus in principe is het eigenlijk een beetje... Een nachtje weg. Ja, een nachtje weg om het zo. Ja. Een dagje en een nachtje weg om het een zo maar te zeggen. Weg. Voor alle mensen die uit Zwolle komen... Voor alle mensen die uit Zwolle komen. Ja, ze hebben er wel een dialect toch ook, volgens maar mij. Maar ik weet niet hoe. Nee. Nou, in ieder geval voor alle mensen die uit Zwolle komen, laat je even horen in de comments. Want er zullen vast mensen zijn die kijken en uit Zwolle komen. Ja, dat denk ik wel, ja. In de dag dat wij trouwens weg zijn, wordt dus thuis ons hele huis versierd voor de Valentine's Party dit weekend. Dus is het zo als wij thuis komen dat het dan nog helemaal versierd is? Of er staan we al... Ja, ze beginnen morgenochtend, dus het ligt eraan hoe laat we terugkomen. Oh, spannend. Ik heb namelijk geen idee wat we daarvan kunnen gaan verwachten, maar dat wordt allemaal hartstikke leuk. Dat gaat dus dit weekend plaatsvinden. Ik heb dus gisteravond ook het hele huis al een beetje leeg moeten halen en dingen aan de kant moeten schuiven, zodat het dus allemaal versierd kan worden. Dus dat gaat echt leuk worden. Oh, even een beetje... Zo, heb je wel eens dat je helemaal vast zit? Even uitrekken. Hé, kijk. Let op. Hé, hey, de deur is open. Ik heb Lilo gevonden. Hij lag... Hè? Deze lag achterin. Oh, okay. Zo, wat een geluid komt hieruit, jongens. Oh, wat een lekkere Hollandse polder, hè. Onderweg naar Zwolle dus. Helemaal mooi. Ik ben volgens mij echt maar twee keer in mijn leven in Zwolle geweest. Dus ik weet ook niet precies wat ik ervan kan verwachten allemaal. Wij zijn eindelijk aangekomen hier zo in Zwolle. Nou, voor de mensen die in Zwolle wonen, die zullen dit vast wel herkennen. Hé, hey, kijk eens, een witte Range Rover Evoque. Oeh, nice. Ja, en ik had het net over, waar staat Zwolle nou eigenlijk allemaal bekend om echt? Ja. Wat heb je echt als lijpe attractie of als toeristen? Precies waar. Ja, dat. Ik heb geen idee namelijk. Een uitvaartbegeleiding. Nou, ik hoop dat we niet daarin gaan. Nou, dat doe je niet, hè. Ja, daar staat Meander uitvaartbegeleiding. Ik denk niet dat je dat net kan lezen. We zijn aangekomen op de locatie waar wij moeten zijn. We moeten namelijk eerst even hier in gaan checken, hier binnen bij het hotel. Even de mondkapjes pakken. Oh, daar word je toch soms helemaal gek van. Ik kan niet wachten tot die mondkapjesplicht over is. Maar ja, dat is mijn mening. We gaan hier naar binnen. Hotel Campanile. Bedankt en tot ziens. Nou, ik kom pas net aan. Koffie met appelgebak. Oh jongens, daar heb ik altijd trek in. Ik was er ook echt mee aan het kijken. Oh. Ingecheckt, hoppakee, geregeld. Mooi flesje champagne, maar volgens mij moeten wij opschieten. Yeah. We hadden het er echt nog nu over. Nu in het restaurant moeten zijn. Hadden we nu aan het restaurant moeten zijn? Oh, shit. Want jij zei, ja, nu mijn ouders zijn altijd te laat, maar jij bent... Nee, dit lag echt niet aan mij, hoor. Jawel, jij ging langs de snelweg even stoppen om een mooie platteland te filmen. Oké, het lag een klein beetje aan mij misschien. Kijk, we gaan opschieten. En vanochtend was ik klaar. Dus ik zeg, ik ben nog even mijn latte aan het opdrinken, daarna wil ik nog een glaasje water. Nou, nee, echt niet over. Die lijkt net alsof we een half uur te laat zijn door mij, maar dat is echt niet waar.
We zijn gelijk maar onderweg gegaan naar het restaurant. Alex, ik wil dat je even uitlegt aan mij, of nou ook aan de kijkers. Wat houdt een Michelinster in eigenlijk? Ja, Michelinster is eigenlijk een kwaliteitspredicaat. Ja? Hoe meer sterren je hebt, hoe beter de kwaliteit, zeg maar, en de beleving. En hoeveel sterren hebben ze hier? 3 sterren. 3? Ja. En hoeveel kan je er hebben? Eigenlijk is 3 wel de maximale voor een restaurant. Ja. Oké, aha. Ja. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd, jongens. We lopen trouwens hier zo... dit is het Assieplein. En we liepen net in de Assiestraat. Lekker. Nou, het is nog een paar minuutjes lopen, dan zijn we er. Kijk eens even hoe mooi. We zijn er. Dit ziet er al fancy uit, jongens. Dat is even helemaal fancy aangekleed. Kijk. Ja, ze heeft je moeder nog laten zien. Kijk eens, we zitten lekker aan tafel. Dit is allemaal mooi neergelegd hier zo. Kijk, ik dacht dus dat dit een kaarshouder was, maar dit is blijkbaar een glas. Het is veel te fancy al hier voor mij. Hier ze krijgen ons eerste gerechtje. Nou, helemaal top. Dat is ook wel leuk. Kijk, ja, de tasje staat dus niet op de grond, maar wordt op een krukje neergezet. Ik heb het echt benieuwd weten. Ja? Het is wel echt mooi zo. Kijk eens hoe nice. Nou, we gaan hier even van genieten. Weet je nog wat het was? Een libreiroos. En een broodje tataar. We gaan de roos proberen. In één keer. Toch? Ja. Wat proef je allemaal? Welke sensatie? Proef een bloem. Een bloed, als het goed is. Is wel lekker. Raar. Ik zei het net al, ik vind het dus een beetje spannend om hier binnen te zitten. Vinden jullie het niet spannend allemaal? Zo klunzig. Ja, ik laat per ongeluk lekker een poepje zo. Tio, wij vinden het spannend, omdat jij het spannend vindt. Ja, hè? Ja, ik neem jullie mee. Oh. Dat ik me wel ga misdragen straks of zo. Ik ga me heel netjes gedragen vandaag, jongens. Ja, ik maakte al één fout dat ik dacht dat dit een kaarshouder was, inderdaad. Ja, en dan ook voor zich van het personeel. Ja, het personeel stond ernaast. Die dacht, wat zeg jij nou? Wat ook mooi is, het is mooi een leren kleed zo over tafel heen. Hey, dat moeten we ook hebben thuis. Dat is mooi. Ja. Hey, een van onze eerste gerechten is dit. En er zit een paspoort van de smaak bij. Nou, dit heb ik nog nooit echt gekregen. Oh, kijk dan. Er zit toch een kruiden in? Beetje wiet. Beetje wiet, ja. Ja, we liepen net in de Assiestraat. Ja. Kijk eens even hoe mooi het eruit ziet. Ik vroeg me dus af wat het paspoort is, maar daar staan dus blijkbaar alle namen in van iedereen die hier werkt en alles en hun geboortedatum. Zodat je dus eigenlijk een beetje weet wie hier dus werken. Persoonlijk. Ja, persoonlijke gegevens. Wel handig. Leuk. Hey, jij bent 24, toch? Je hebt zelfs de geboorteplaats. En de functie gewoon, hè? Nou, ik ga het niet allemaal laten zien, maar het is wel leuk dat het allemaal hier dus in staat. Hij bij de McDonald's niet. Moet je even vragen om mijn paspoort. Hallo. Wij krijgen een nieuw gerechtje. Kijk eens, wat mooi. We hebben het voorgerecht hiervoor. Spreiblad, gevuld met ganzenleem. Daarbij hebben we dan het woord zeegelaar. Zowel de kopjes en de staartjes die er bovenop liggen, kun je ook gewoon eten. Tomaat en sherry. Lekker, dankjewel. Wat mij trouwens nu al opvalt is dat alle borden, alles ziet er helemaal fancy uit. Zeg maar ook dit, het is een soort van, ja, schelp is het, hè? Ziet er ook wel helemaal mooi uit. Vandaar dat ik dus dit ook verwarde met een kaarshouder. Nogmaals. Nu vraag je misschien af, waarom is zo'n Michelinster zo belangrijk? Maar blijkbaar zit dit restaurant dus al volgeboekt tot en met januari 2023. En jullie hebben dit geboekt in 2001, toch? Ja, ik was nog een eentje. Toen boekten ze dit al. Ja. Zo, nee, maar jongen, besef. En dat dit is diner, geboekt hè? In september of zo, dat we hier zouden gaan eten. Een lunch is iets van een half jaar. Een lunch is een half jaar voorgeboekt. Een lunch ben je nog in maart. Zo. Dat, dus, het heeft echt wel zo'n voordeel, zo'n Michelinster, dat het zo bijzonder is. En er zijn maar 3 restaurants. Ja, 3 Michelinster. Er zijn 2 restaurants in Nederland die het hebben. Dus dat is deze. En er is nog een ander. Nog een nieuw gerechtje. En ik zei het rook naar Pornstar Martini. En dat is echt zo. En ik werd weer compleet uitgelachen hier. Maar het ruikt echt zo. Ja, maar het ruikt echt lekker inderdaad. Heerlijk, jongens. Wist je trouwens, als je een... Moet je eens opletten, dat wist ik ook niet. Als je een vork krijgt en er zitten zeg maar van die katteltjes hier. Dan is het dus een visvork. En deze moet dieper zijn. Oké. De middelste moet dieper zijn. Dit sausje? Dus dit is een visvork. En als je dat niet hebt, is het gewoon een vleesvork, denk ik. Of een normale. Nou, we gaan genieten. Een nieuw gerechtje. Kijk eens aan. Sarah en ik komen het voortgerechtje voor u aan tafel bereiden. Nou, wat mooi. Het is een gerecht met koningsvis. En dat is een duurzame kweekvis. En die wordt gekweekt in Zeeland. Oké. Wat we doen is hem eigenlijk even kort garen in deze bouillon. Die is van paddenstoelen, zeewieren, een beetje limoenblad en rode peper. Het idee is eigenlijk dat de vetten van die vis wat gaan smelten, zodat hij de smaak van de bouillon kan opnemen. Lekker. Die techniek die lijkt een beetje op shabu shabu, dat is een Aziatische techniek.
waarbij vet door aardert vlees, vis of ook wel groenten in een wat hetere bouillon worden gegaard. In het bord hebben we dan nog wat koolsoorten en zeewieren. Het ziet er allemaal wel lekker uit. Het is echt mooi, die bord. Ja, ik wil het niet zeggen, maar het is echt zo'n mooi doorkijkbord. Kan er nog wat paddenstoelen uit de bouillon bij? Ja, die borden gaan ook niet in de machine, hoor. Nee, hoe? Even de vaatwasser. Hey, stel je voor dat je thuis zit en je serveert gewoon je borden en dan zet je zo'n prachtig bord op tafel. Dat is toch... Ja, ja. Oh, leg een hamburger op of zo. Ziet er wel gelijk lekker uit. Feestje aan tafel. Ja. McDonald'sje op die borden. Ja. Dus waar kunnen we die borden ook halen? Even lenen. Ja, ik zou wel een beetje uitkijken hoor. Ik zou allemaal een klein beetje uitkijken. Oké, oké. Het mis dan ontploft hij. Het volgende gerechtje is met Zeeuwse knoop. En Zeeuwse knoop, dat noemen ze, dat is eigenlijk wel een soort groene bloemkool. En die groene bloemkool die zit in deze klei, dat is rivierklei. En we smeren die bloemkool erin met koffie en bruine boter. Dan wikkelen we hem in koolbladeren. En daarna gaat hij in deze klei in de oven. 200 graden en 20 minuutjes. En dan is je klaar en ik wil jullie graag laten zien hoe dat er dan uitkomt. Oh, jee. Dat viel mee deze keer, hè? Ja, dat niet ontploft. Ja, jammer dat je die ontploffing nog niet gegeven hebt. Hier zit u die bloemkool. Wow. Zit er wel koffiebonen? Ja, klopt. Ja, koffie en boter, dat smeren we in en dan gaat hij in de oven. Cool. Dus dan ga ik mee terugnemen naar de keuken en dan gaan we daar zo een heel mooi gerecht. Lekker. Ja, dat is wel leuk. Ja. Hè? Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Het volgende gerecht. De bloemkool die je dus net zag. Die de zeg Romanesco. Maar kapot ge... De wat? De Romanesco. Ja, heet het zo? De Zeeuwse knoop. Oh, dat zit dus nu hierin. Ah. Weer van die mooie borden trouwens, jongens. Ja, waar vind je die? Dit gerecht stond voor het eerst op de kaart in 1993. In dat jaar behaalde Joni en Therese hun eerste Michelinster. Onder andere met dit gerechtje. Dit is snoekbaars. Die snoekbaars wordt gevangen in de zoete wateren rondom Zwolle. Dan moet u denken vooral aan de vechten van de IJssel. Okay. We lakken met appelschoop. We hebben een klein beetje minder zoet gemaakt met wat soja. En wat krokante aardappel. In het bord hebben we wat bleekselderij met mosterdzaad. En daarbij komt zo'n klassieke botersaus met riesling. Heel apart. Kijk eens even wat wij op tafel gekregen hebben. Dit hier heeft 17 jaar op hout gelegen. Besef, jij bent 17 jaar oud. Dat ik 17 jaar zo. Op een plank. Ja. Dat jij 17 jaar op een plank zou liggen gewoon. Ja? Is lekker? 17 jaar jongens, besef, dat is echt lang. Eerst wals in het glas. Dan ruiken. Sniffen. Dan door je mond houden. Oh ja, kijk. Zo. Oh, kijk wat er aankomt. Heel cool dit. Wow, dat is niet zomaar een plankje. Nee. Dat is een kaasbar. Plank. Dat is een kaas. Kaaskar. Hoe? Mond. Oh, dit ruikt lekker. Ja, dan zegt dit ruikt net lekker, maar jongens, ik geloof niet dat kaas nou echt lekker ruikt. Jawel? Ik kan hier echt wel van genieten. Ja, ik ook. Ja. Je moet het ook. Als je dit lekker vindt ruiken, dan word je hier niet heel blij. Want ze ruiken wel aan behoorlijk. Gang nummer 7. Kijk eens wat lekker. Wat zijn het? Dit is een eitje. Nee. Nee, grapje. Nut. Kokosijs met blaadjes. Filter. Blaadjes. Zelfs de gangen zien er allemaal mooi uit hier. Echt heel chic. Kijk, hier is het toilet. Daar worden ze ook op beoordeeld. Of het mooi is of niet. Nou, vrouwen, heren, handdoekjes. Er is hier dus een heel klein drempeltje. Zelfs daarvoor waarschuwen ze, zeg maar. Ze lopen met je mee. Ze zeggen, kijk uit, er zit een drempeltje hier. De borden zien er mooi uit. De glazen zien er mooi uit. Kijk, echt van die mooie visglazen. Is dat een cognacglas? Dat is een cognacglas. Dankjewel Edith. Kijk, dat jij nou zoveel drinkt, dat... Ik lust het niet. Nou, wel mooi. Onwijs. Je dacht, maak waar je mee? Ja, eerlijk, er past gewoon een vis in hier, denk ik. Voor je, hoe heet dat ding? Koraalduivel. Tony, daar hebben we schuim van blauwe bessen met wat vierbussen. Overijssel heeft witte chocolade met jeneverbessen. In Limburg, appelgebak met appelbussen. Top. In Brabant, onze variant van de bossenbol met jonge dennenappels. In Zeeland hebben we een tarteletje met wat zeewieren, duindoornbessen, echt gezouten mascarpone. En in Noord-Holland, onze eetbare joint. Met witte chocolade, pistache en hennep. Alsjeblieft. Dankjewel. En je weet wel hier waar wij wonen. Noord-Holland eetbare joints? Ja, deze. Nee, het is toch echt leuk? Hé, afblijven. Jij hebt daar. Wat cool dit.
Wow, kijk dan jongens. Ik was even aan het bellen, maar dit is dus zeg maar heel de Nederlandse kaart. Eetbare joints. We gaan het proberen. Eet smakelijk. Echt een heel origineel toetje is dit. Doe jij eens een eetbare joint in je mond? Mag. Ik ben wel benieuwd. Je eerste keer dat je bloot. Ik kan. Ik heb ook nog nooit gebloot. Dus het is legaal blowen in een restaurant eigenlijk. Nee, je moet hem even zo... Dat was niet bij mij. Ja, mijn eetbare joint. Je rolt hem even lekker eruit. Want normaal gesproken rooi je hem erin. Dit is wel waar wij vandaan komen, hè, Noord-Holland. Wij zijn eigenlijk allemaal de Noord-Hollanders hier. Nee, jij hebt appelgebakkie. Ja, ik kom niet uit Amsterdam. Dankjewel. Dat is wel echt lekker. Wow, is echt lekker. Ja. Gewoon er één keer erin. We hebben hier dus ook in Zeeland, eigenlijk bijna waar ik vandaan kom. En dat is zee... Wat was het nou? Zeewier en vlierbesjes. Vlierbesjes, wat zijn dat? Besjes die in de duintjes groeien. Echt? In de duintjes? Ah, dat zijn die oranje dingen dan? Of... Ja, absoluut. Eet dit. Oh, oh, je stel je niet zo aan. Nee, dat doe ik echt. Proef. Oké, ga nu eten. Nee. Ik ga nu eten. Nee, nee, nee. Jawel. Nee, zeker niet. Ik ga heerlijk genieten. Als je het niet aanstelt, dan moet jij het nu proeven. Proef. Echt. Heftig. Eet dit is de aanstelling. Niet. Ik vond echt... Je ziet het. Ja, 100%. Edith, jij bent een pussy. We zijn weer lekker buiten. Zo. Echt het richtingsgevoel. Wie? Ik denk dat we die kant op moeten. Ik echt... denk, dacht je serieus dat we die kant op moeten naar het hotel? Ja, maar we moeten nu naar het hotel. Dan moet je weer terug en dan zo. Ja. Ja. Dat is echt van, wow, ik heb hem. Nee, nu weet ik waar Jaren het van heeft. Dat is echt next level. Nou, we hebben in ieder geval heerlijk gegeten. Het was helemaal top. Ja, het was echt bizar. En nu gaan we even de weg terugvinden naar het hotel. Weet je de weg? Ja, nu weet ik het wel. Waar dan? Straks links. Is het aan de rechterkant of aan de linkerkant? Nu, nee, rechts. Ja, goed zo, goed zo. Zoals je kan zien ben ik vanavond lekker het vijfde wiel. Ik loop er lekker tussenin. Komt door je pipa-schoenen. Jullie lopen lekker samen. Noah en Jade lopen lekker samen. En ik loop hier in mijn eentje. Even laten zien, kijken of het werkt. De lift heeft 630 kilo. Edith, Noor eruit, kom. Tjew, doorlopen, we zitten tussen. Die vier had ik gisteren aan de lijn. Wat? Ja. Ik heb hallo, hallo. Ja, ik heb de hik. Jongen. Boe. Ik schrik sowieso wel als ik naar jou kijker. Oh, ik moet echt zeiken als een kameel. Zie je dat? Niet hard. Oh, maar wel veel. Oh, kijk eens even wat voor filmpjes ik van thuis krijg, jongens. De hele vloer wordt gelegd. Niet de deur open doen vanavond in verband met vuil op de vloer wat kan komen. Oh, kijk eens even wat een mooie kleur. Het is een hele andere kleur, hè? Ja, jongens, ik weet dat jullie het nu op de telefoon zien, maar dit gaat gaaf worden. Heel cool. Het gaat een glansvloer worden. Ik kan niet wachten tot de vloer thuis klaar is. Wow, dit is even apart. Onze deur gaat zeg maar naar binnen open. Ja, maar dat is normaal. En Noora, de deur gaat naar buiten open. Als wij gewoon... Wat raar, Noora. Als het nodig is, en dan... Komen jullie naar buiten rennen en dan gooi je bij die deur open en dan heb je gewoon... Ja, boem. Heb jij nou echt... Hoe groot sleutelbos heb jij? Net zo groot als mijn ballen. Ah, oké. Dat is niet zo groot. Nou, Dio. Echt. Gewoon in mijn gezicht, hè. En daar komt de outfit. Hey. We zijn volgens mij een beetje in het centrum aangekomen hier zo van Zwolle. Daar zit de Mediamarkt. Hallo. Wie zien daar? Wie zien daar? Nee, we zitten niet meer in Duitsland. Oh, hey, Spike. En een lief hondje. Spike. Hey. Ik herken dus nu helemaal weer Zwolle. Ik ben hier een keer geweest. Oh, hey, dat is wel fijn. En toen kwam ik een keer in de parkeergarage Johan Derksen tegen. Dat weet ik nog. Heb je het wel eens gezien? Nee, nee, dat was 5 jaar geleden of zo. Ik weet het niet. Nou? Hallo! Hallo! We gaan naar binnen, want we hebben door. Nee, maar dit is dus echt het centrum van Zwolle, dat weet ik nog wel. Ben je wel eens geweest? Ja. Met? Nee, met een meet and greet. Oh! Maar dat was niet druk dus? Nee. Ik stond er alleen voor. Ah, ja. We zijn net in een bar aangekomen. We gaan nou naar het rad draaien, wat hier boven hangt. Ik ben er klaar voor. Draai er maar aan. Let's go. Nou, mee samen. Oké, kom. 1, 2. 3, 2, 1. Hoppa. Wat gaan we krijgen? Ice. Nou, waar we net voor gedraaid hebben, dit is wat we krijgen. Shotjes vodka. Hey. Uiteraard.
uiteraard was het een hele leuke avond en was ik de vlog vergeten af te sluiten, wat niet heel raar was, want het was een leuk feestje, om het zo nog maar te zeggen. En we hebben nog leuke dingen gedaan. Maar jongens en meiden, ik wilde ook nog één ding vertellen, wat echt bizar is. En ik moet zeggen, ik heb... Oh, ik zit lekker in de zon hier. Even dicht. Ik heb het zelf niet betaald, maar wat je dus kwijt bent in zo'n avond, voor 5 personen waren wij... 2471 euro was de rekening. Dus dat, ik heb nog nooit zoveel of zo'n hoge rekening ergens gehad of wat dan ook. Maar dat is, ja, het is gewoon een prijzig restaurant. Dus echt, nu ik erover nadenk. Ik had aardig wat wijntjes gedronken in het restaurant. Dus vandaar besefte ik me dat gisteren niet even. Maar nu denk ik echt van, wow, joh, dat was echt lijp. Maar wel een hele gave ervaring. Leuk om het eens een keer te zien. Ook hoe netjes ze daar allemaal waren. Allemaal volgens de etiketten natuurlijk. Dus echt, stoeltjes dus neerzetten. Of krukjes neerzetten waar je... tasje op kan zetten, waarschuwen voor afstapjes. Allemaal tegelijkertijd krijg je je eten. Dus niet de eerste ene, dan de andere. Nee, echt allemaal tegelijk krijg je je eten. Dat is ook een apart dingetje. Het is allemaal volgens die etikettenregels. En ja, ik moet zeggen, het was echt gaaf. Dus zeker het geld waard. En echt een lijpe ervaring. Maar vandaar, kijk, dit was dus al september vorig jaar geboekt dat we hierheen zouden gaan. En het zit dus al echt op 2023 vol. Maar, jongens en meiden, ik ga het vlog lekker bij laten, want dit was hem. Dus tot morgen. Bedankt voor het kijken. Morgen wordt een hele leuke dag, want er gebeuren allemaal dingen hier zo in huis. Melanie gaat een nieuwe auto ophalen en nog veel meer. Dus jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg, la, deur.